FM 8. Een hele goede morgen, lieve kijkers. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En het is deze maand nog steeds Kelsen. We beginnen elke dag van de maand upload. Zolang jullie het aantal likes halen, wat ik jullie op vraag. Vandaag is het aantal likes dit. Succes! En mocht je nou kans willen maken op een bezoekje van mij bij jou thuis, laat dan even een reactie achter onder deze video. En ben geabonneerd op mijn kanaal, want dan maak je kans op een bezoekje van mij bij jou. Het wordt gezellig. Ja, ja. Ik ga het weer proberen. Je hebt het in de titel uiteraard alweer gezien. Van 1 naar 1000 binnen 24 uur. Mocht je niet bekend zijn met het idee, dit zijn de spelregels. Ik ga ze niet allemaal weer uitleggen. De belangrijkste regel is dat ik binnen nu en 24 uur van deze euro 1000 euro cash moet maken. Dat is het ding. En de vorige afleveringen ging het echt fucking goed. Ik had een goede tactiek. Ik ging dingen gratis afhalen, vervolgens direct op marktplaats zetten. Alleen tijd is mijn grootste vijand. Dus vandaag ga ik een combinatie maken van alles wat ik geleerd heb in de afgelopen afleveringen. Dus reclame maken voor horecazaakjes ga ik weer iets vaker doen, zodat ik al wat meer cash heb, want daar liep het de vorige keer op stuk. Maar daarnaast ga ik ook weer gewoon gratis dingen afhalen en allemaal doorverkopen op marktplaats. Dus op zich moet dat ook goed komen. En uiteindelijk, en dat moet ik eerlijk toegeven, niet te stoer doen. Niet te dapper doen als je denkt dat je het gehaald hebt, maar dat het alsnog gewoon niet lukt. Flashback. Ik kan gewoon vanavond suipen tot 4, 5 uur. Ga ik slapen. Pak ik 5 uurtjes slaap. Rijd ik daarheen. Ben ik er om 11 uur. Komt het helemaal goed. Sorry man. Gaat hem echt niet worden met 12 uur hoor. Ja, Kelvin. Niet meer doen. Goed. Zijn jullie klaar voor de vijfde poging van 1 naar 1000 euro binnen 24 uur? Veel kijkplezier. Goed, ik ben weer als een fucking wilde bras op marktplaats aan het zoeken naar gratis af te halen shit. Dat begint gewoon bijna mijn sport te worden. Kijk, hier heb je gratis af te halen fietsen, koelkast. Nou, dat is ook top. Hier heb je, deze vind ik op zich wel interessant, hier heb je zakken met lege kleding uit de oorlog. Maar goed, ik heb natuurlijk geen tijd te verliezen, dus wat ik ga doen, ik ga zoveel mogelijk van deze mensen proberen te bellen en even checken of ik het kan afhalen. Wat ik vervolgens ga doen is de dingen die ik heb afgehaald direct weer op marktplaats zetten, zodat ik maximale aantal tijd heb om het te verkopen. Dus ik kan blijven lullen, maar ik moet denk ik maar gewoon gaan bellen. Hi, je spreekt met Kelvin. Ik bel even naar aanleiding van de marktplaats, advertentie van de fiets. Nee, helaas. Nee, die is gisteren verkocht. Oh, oké. Altijd jammer als je eerste belletje, dat hebben we deze. Ja, hij is al weg. Oké, nou prima. Nou, we gaan gewoon bellen jongens. Fuck it. Niet uit het veld laten slaan. Ik heb best wel wat berichtjes gestuurd. Ik heb een aantal mensen gesproken. Dus er is nog niet echt iemand die meteen kan. De vorige keer heb ik een beetje tijd verloren omdat ik ging wachten. Ik ging gewoon wachten tot ik reactie kreeg en dan ging ik die kant op. Maar nu wil ik eigenlijk in de tussentijd wil ik eventjes een reclametje gaan pakken. Wat ik simpelweg doe, ik ga gewoon naar een horecazaakje toe. Ik vraag, hey jongens, ik kan reclame maken voor je zaak. Normaal gesproken kost het best wel veel geld. Maar nu ga ik het voor je doen voor een paar tientjes of 100 euro, 150. En hopelijk willen ze het doen. Gewoon lekker grappig, lekker kort, lekker bondig. Nou ja, ik ga je sowieso helpen natuurlijk. Oké. Maar misschien heb ik wel een betere deal. Oké. Want ik heb nog een zaak hier aan de overkant. Dus misschien kun je dan reclame maken voor twee zaken. Ja. En dan voor 150 euro voor twee zaken. Goeie? Ja. Oké. Okay. Gaan we even de hand schudden. En dan ga ik de allermooiste reclames ooit maken. Top. Binnen 3, 2, 1. De Walters Woodbury Bar is een prachtig etablissement in Amsterdam-Oost. In de o zo gezellige Javastraat voelt een avondje eten of drinken in deze bar aan als een heerlijk warm bad. Kom eens langs en word verwelkomd door ons gezellige personeel. Veel tevreden klanten gingen u voor. Zo ook deze meneer. Heerlijk. Walters Woodbury Bar. Voor als je helemaal Walters bent. Deze legendarische reclame was nog niet alles. Namelijk voor 150 euro moet ik ook nog even een reclame maken bij de zaak aan de overkant. En dat is dit. Fondue Oost is een onwijs gezellig restaurant met de allerbeste, allerlekkerste, allersmeuwigste, allersappigste fondue van Amsterdam. Met de opvallende gele gevel in de Javastraat is deze eyecatcher niet te missen. Kom gezellig een avondje fondue met familie, vrienden of gewoon lekker in je eentje, zoals deze zielige man. Meneer, wat vindt u ervan? Wauw! Fondue Oost. Say cheese! Helemaal goed. Super. Dankjewel. Ja. Heel erg bedankt. Ik ga mijn reis voortzetten, want ik moet nog eventjes. Maar dit is een goed begin. Zou ik hier de allerbeste reclame ooit mogen maken? Ja. Voor in het filmpje. Ja. Wat dus zeg een 500.000 of 1 miljoen keer bekeken wordt. In ruil voor een beetje geld. 50 euro. Ja, heeft u er 50 euro voor over? Ja. Wat is hier het lekkerst? Gewoon falafel is lekker. Falafel de beste, ja. De beste falafel van Nederland in 3, 2, 1. Altijd
echt al de lekkerste falafel van Amsterdam willen proeven? Kom dan naar Tigris en Eufraat. Het geheime recept gaat al jaren mee. Van generatie op generatie. Heerlijk genieten. Wees er snel bij. Want deze hotspot begint al aardig te lijken op een ware trekpleister. Goedkoop, lekker en gezond. We spraken een tevreden klant. Zo lekker pik. Raak gezellig aan de praat bij Tigris en Eufraat. Ja. Kijk, super. Alsjeblieft. Hartelijk bedankt, meneer. Ik heb goed nieuws. Ik heb reactie gekregen van de man van de grote koelkast. Die had ik uitstaan. En van de lege kleding. Ik kan eigenlijk die lege kleding per direct komen ophalen. Ik moet alleen nog wel even een vervoersmiddel fixen. Ik ga gewoon weer die gasten van die bus bellen. Dat doe ik nou al 2 afleveringen achter elkaar. Mijn bus, meneer, Bobby, die neemt zijn telefoon niet op. En dat is een beetje spijtig. Kut. Ik had zoveel geluk met die bus altijd. Dan ga ik maar gewoon even Snapcar af om te kijken of er nog een andere bus is. Ik vroeg me af of die nog beschikbaar is voor vandaag en morgen. Nee, dat kan helaas niet. Ik mag er niet voor betalen. Dus ik... Ja, dan wordt het helemaal niks, sorry. Fuck man, wat is er met mensen vandaag? Ik ben een beetje wanhopig, omdat het een beetje lang duurt. Dus ik ga nu gewoon kijken of ik normale auto's... Hi. Met de spannen. Hi, je spreekt met Kelvin. Ik bel even over de auto op Snapcar. Het enige is dus dat ik niet echt budget heb om ervoor te betalen. Dus ik vroeg me af of ik hem misschien kan lenen. Het is een beetje een aparte vraag misschien. Kan lenen? Ja. Ja, ik ken je verder ook niet natuurlijk. Maar nee, precies. Maar ik vind het wel leuk. Leuk idee. Oké. Okay. Kom sowieso langs. Zou ik zeggen. Goedemiddag. Hey. Hallo. Hi. Ik ben Kelvin. Esmeralda. Hi Esmeralda. Wat prettig. Hey. Hallo. Hey. Wat fijn dat ik hem van je mag lenen. Ja. Daar help je me echt mee uit de brand. Ja. Hierbij. En dan ben ik morgen weer terug. Het verschil met de bus van de vorige afleveringen is wel redelijk aanwezig. Michel. Hallo, je spreekt met Kelvin. Ik bel even naar aanleiding van de marktplaatsadvertentie van de koelkast. Ik vroeg me alleen even af hoe groot die is. Zegt van zijn de grootte van de Amerikaanse is het? Ik heb geen hele grote auto bij me. Vraag me. Oh. Als je dat wordt wel spannend, denk ik. Goed, dan zoek ik eventjes verder. Kaaak! Ik vind het echt kut. Dit is kut. Ik had gewoon een fucking epische koelkast kunnen halen. Is natuurlijk gewoon veel te groot. Nou goed, fuck it. Ik ga denk ik gewoon die lege kleding sowieso ophalen. Goedemiddag. Goedendag. Hi, ik ben Kelvin. Nick. Oké, okay, ja, dit is het. Er gaat een lege twee tassen aan. Ja, dit is gewoon echt vol met leger kleding. Ja, overal zitten erin. Ja. Vesten zitten erin, mutsen. Oké. Ja, ik zit er al een tijdje mee. Ik moet er gewoon vanaf. Oké, okay. Nou, ik neem het gewoon mee. Als je even zou willen helpen tillen, zou dat top zijn. Ja, tuurlijk man. Ik heb de lege kleding achterin liggen. Ik heb in ieder geval iets. Ik moet hier nog wel even een foto van maken, denk ik nu. Shout-out naar de mannen die hebben gestreden in deze uniforms. Best wel bizar om te beseffen dat dit gewoon de real deal is. Dit is gewoon echt van het Nederlandse leger. Topfoto's. Ik vind net dit in de broekzak. Het zijn munten, maar het zijn geen munten die ik ken. Maar het ziet er wel oud uit, Pik. Tering man, er staat gewoon zwaarden op of zo. Ik raak getriggerd. Ik raak echt getriggerd door dit hoofd. Door deze munt. Dit is, ik weet niet eens of dit een muntje is. Dit lijkt wel een plat gestampte. Het lijkt gewoon een dropje. Er zijn toch gewoon mensen die kunnen checken of dit iets waard is? Ja, ik ga wel gewoon even kijken. Ik ga wel even googlen of er misschien mensen zijn die me kunnen vertellen of dit überhaupt iets waard is. Want stel dat dit echt iets waard zou zijn. Dan ben ik echt de grootste lucky bastard in de wereld. Ik weet het niet, man. Ik heb hier een gevoeletje bij. Met jou? Hallo, je spreekt met Kelvin. Ik bel even naar aanleiding van de marktplaatsadvertentie over stoelen en kunst. Ja, ik heb er al wat meer staan. Oké. Okay. Waar ik vanaf moet. Hallo meneer. Hi. Kelvin. Jaap. Hi. Aangenaam. Ik kwam even wat spullen ophalen. Ja, is goed. Jeetje, kijk dan. Dit past echt net gewoon. Alleen al deze schilderijen. Ja, ik had eigenlijk nog wel als plan om deze stoelen mee te nemen, maar dit gaat er niet meer bij passen. Helaas.
Nou, die zit dicht. Super. Ja, het zal, ja, nou, ik weet ook niet precies meer wat ik nu moet denken. Ik zit in een kleine autootje met fucking... Waarom doe ik dit? Waarom probeer ik dit nog de hele tijd? Hallo, je spreekt met Kelvin. Hey, Kelvin. Hey, ik zag dat je had geboden op de legerkleren. Ja, klopt, op Marktplaats. Ja, inderdaad. Ik vroeg me af of ik ze kan komen langsbrengen. Ja, zeker. Graag. Ik kan wel een werkje in mijn winkel, maar als je zo langskomt, dan wel. Ja. Hé, hey, ze zijn echt, hè? Het is echt, echt? Legerkleren. Nee, wat hadden we afgesproken? 100 euro, toch? Maar 100 euro, ja. Ja, 100 euro voor deze prachtige legerkleding zou fantastisch zijn. Spannend. Goedenavond. Hey, ik heb nieuws. Namelijk het volgende. Ik heb even gezocht. Er zijn best wel veel muntenverzamelaars online. Nou heb ik net contact gezocht met iemand die ik foto's heb gestuurd van mijn mooie prachtige praaltjes. En hij zegt, ja, ik kan op basis van foto's niet bepalen wat het waard is. Maar hij heeft net gezegd, joh, bel me eventjes. Het is overigens wel goed uit, maar het is altijd waar wat onduidelijk. Oké. Okay. Misschien dat je iets kan loskomen, moet je even laten zien. Ja, kan dat toevallig vanavond of nu? Want ik heb een beetje haast. Kunnen we afspreken rond een uur of 10, 11? Ja, dat moet. Dat moet wel lukken. Dit is wel... Ik lach wel, maar ik besef wel gewoon dat het best wel een wanhopige poging is. Dit is gewoon, of het is best wel veel waard, of het is niks waard. Oké. Okay. Ben ik me bezig. Ik heb nu 301 euro. Als je me er 700 euro voor wil geven, dan pak ik het gewoon. Goedenavond. Hey. Goedenavond. Ja, ik had al even wat een en ander klaargezet. Ja, ik ben want jij doet dit? Ja, ik ben verzamelaar en okay. Ik heb zelf al een grote verzameling munten. Oh, nice. Ja. Dit is wat ik heb. Dit is wel interessant. Als ik dit zo zie. Oké. Okay. Op het eerste oog, hè? Als ik dit zo zie, dan. Dit zie ik zo. Dit zijn twee Romeinse munten. Ja. Waarvan ik dit type. Romeinse munten? Dat klinkt. Het klinkt Romeinse, ja, dat kun je zien aan de patina. Oké. Okay. Dat je direct. Dit gaat echt om echte munten. Dit zie ik zo. Ja, fascinerend hoor. Mooie munten. Erg mooi. Oei, oei, oei. Ze zijn niet waardeloos. Nee, het is inderdaad, je hebt echt wat in handen. Ja, het is wel iets waard. Maar wat is de vraag? Wat is de hamvraag? Jij wilt ze gaan verkopen? Wil ze eigenlijk gewoon gaan verkopen, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb interesse, sowieso. Ja? Oké. Okay. Als ik een serieus bod mag gaan doen. Ja. Dan zit ik te denken aan misschien 5.500 euro. Oké. 550 euro. Jij hebt het idee dat je er meer voor kan krijgen. Ja, volgens mij is het wel wat waard, snap je? En ik weet niet precies of je me, als je me 500 euro geeft, of het dan bij wijze van spreken 5000 euro waard is. Ik zou je nooit een oor aan, nee. Zo zit ik in elkaar, dat doe ik niet. Oké. Okay. Misschien, doen we ze een tegenbod? Ja, ik zou... Als je het hebt over een tegenbod, ik zou... Het klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik zou 1000 euro zou je me heel gelukkig mee maken. Dat is nog een keer zoveel als wat ik je bied. Ik kun je een tegenbod doen en dan houdt het daar bij mij wel op, denk ik. Oké. Okay. €700. Nou, kijk, ja, we kunnen er omheen draaien. Maar ik heb €700 nodig. Ja? Dan gaan we dan. Ja, serieus? Top. Dankjewel. Ja, dan ben ik echt om huis blij. Lekker wel, echt waar? Ja. En 5. Je maakt me heel gelukkig hiermee. Alsjeblieft, jongen. Dit is fantastisch. Ik hoop dat jij daar gelukkig mee bent. Ik ben in ieder geval hartstikke blij mee. Nou, dat is ook mooi. Het is zover. Ik ga het geld tellen. Dit is zo fucking mooi! Holy fuck! En op wat voor manier ook! Vanochtend begon ik met 1 euro, met deze euro. Deze heb ik niet uitgegeven. Goed, toen kwam het restaurant en de fondue, waar ik het meest epische reclametje ooit voor gemaakt heb. Dat was €150. Toen kwam de Turkse supermarkt met de allerlekkerste falafel van heel Nederland voor €50. Een lege kleren die ik voor €100 verkocht heb. En nu komt het mooiste gedeelte. Ik heb net een paar muntjes waarvan ik niet wist wat ze betekenden, waar ze vandaan kwamen, hoeveel ze waard waren. Ik weet nog steeds niet hoeveel ze precies waard zijn, maar ik weet wel hoeveel ik ervoor heb gekregen van Hugo. Namelijk 100, 200,
300, 400, 500, 550, 570, 590, 600, 620, 640, 660, 680, 700. Dat maakt samen. Maak 1000 euro en met deze euro, we hebben 1001 euro, motherfuckers! Ja! Dat is lekker, jongen. 1001 euro, het heeft me 5 afleveringen gekost. Maar het is gewoon al gelukt. Het is letterlijk binnen 12 uur gelukt, hè. Ik had niet eens 24 uur nodig. Ik ga jou ook iets vragen om binnen nu een 24 uur te doen, namelijk om deze video even een duimpje omhoog te geven, want bij zoveel duimpjes omhoog binnen 24 uur komt er morgen weer een nieuwe video. Dames en heren, jongens en meisjes, het is nog steeds Kelsember. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie en ik ga genieten van mijn 1000 euro. What's going on, Kelsember?